PSV TV is met Jong PSV op trainingskamp in Turkije. Iedere dag volgen we een speler, met dit keer Sander Heyzakkers. Dadelijk om 5 uur voor de tweede keer trainen vandaag. Eerst warming-up, dan een paar strafvormen, sprinten en afsluiten met partij. Sander Heyzakkers, een bijzondere jongen die in zijn korte leven veel heeft meegemaakt. Maar talent en wilskracht overwinnen alles bij de verdediger van Jong PSV. Heyzakkers is een kind van de club. Zijn avontuur begon 8 jaar geleden met een stage bij PSV. Ik speelde tegen Zwolle, weet ik nog wel. Dat was ook rond deze tijd, net na mijn verjaardag. En toen scoorde ik gelijk 3 keer. Dus toen kreeg ik diezelfde avond nog een telefoontje van... je mag bij ons komen spelen. Een aantal dingen meegemaakt die minder leuk waren en waardoor je misschien een tijdje wat minder kon presteren, ook thuissituatie. En, mijn vader is dan in 2010 overleden. Ja, dat heeft een nog diepe sporen bij hem achtergelaten. Nou, inmiddels is hij gewoon daar goed overeen gekomen. En, maar dat speelde allemaal bij Sander een rol, nog tot recente verleden. En waar wij hartstikke veel rekening mee moesten houden. Ondanks de zware klap weten gedreven Heyzakkers zich knap staande te houden. Tussen het voetballen door haalt hij in 2013 zelfs zijn VWO-diploma. Heyzakkers kan zich daardoor nog meer richten op zijn grote passie voetbal. Maar 2014 gooit toch weer roet in het eten. Ja, voor de winterstop in de eerste week van december had ik op de training voor de wedstrijd van Helmond volgens mij had ik een scheur in mijn lies opgelopen. Bleek uit de MRI-scan dat er een scheur zat van 5 centimeter, dus dat is best behoorlijk. En toen heeft aan mij voor zo'n blessure staat 5 tot 6 weken. En nu is het precies 5 weken geleden, dus ik ben nu weer zo goed als fit. De tegenslagen blijken een voedingsbodem om nog meer invulling te geven aan zijn ambitie. Niet veel mensen krijgen deze kans, dus ik zou het dom vinden als je dan je aandacht gaat verdelen naar verschillende dingen waar je misschien, waardoor je misschien minder geconcentreerd bent op het belangrijkste. Hij heeft het doel voor zichzelf neergelegd om te slagen als een profvoetballer. Dus en die drang en die drive zie ik wel dagelijks op de training en in de wedstrijd. Waar die gedrevenheid van mij vandaan kwam, dat zit gewoon in mij. En ik wil eigenlijk met niks het gevoel hebben dat ik niet alles aan heb gedaan. Oh. Meteen een rode kaart, man. Daarnaast heeft Sander fysiek enorme stappen gemaakt. Hij is veel sterker dan afgelopen seizoen. Ja, als ik zijn lichaam zie, dan zeg ik ook tegen spelers dat is een voorbeeld. Ik ben snel, kan goed mijn man uitschakelen en veel opkomen. Dat zijn denk ik wel mijn kwaliteiten. Altijd intentie om de taken te uitvoeren wat we van hem verlangen. En altijd intentie om vanuit eigen kracht te gaan spelen. Dus daar kom je gewoon een stuk verder meteen. Het jaar 2015 zou wel eens een mooi jaar kunnen worden voor Sander Heyzakkers. Een jaar dat werd ingeluid met feest voor zijn 20ste verjaardag. Smile, you're a smile. Smile, you're a smile.